In Sint-Antonis is gisteravond een overval gepleegd op een supermarkt. Vlak daarna werd in Boksmeer, even verderop, iemand overvallen. Of er een verband is tussen de twee overvallen, is niet bekend. Een 63-jarige man is gistermiddag gewond geraakt toen hij door een stier werd aangevallen in natuurgebied de Maashorst in Uden. Burgemeester De Pla van Breda overweegt een algeheel vuurwerkverbod in de wijk Hoge Vught in zijn stad. Dit nadat de politie daar tijdens de jaarwisseling werd bekogeld met zwaar vuurwerk. Daar waar slecht gedrag zich heeft getoond, moet je het ook daadwerkelijk kunnen afstraffen. De bosbranden in Australië treffen ook Brabanders. De Eindhovense Daniel moest geëvacueerd worden. Ik heb nog nooit zoiets gezien. Toen werden wakker, was zelfs de zon rood en kon je de overkant van het meer niet meer zien. En de dierenopvang in Ravenstein is bang dat het varkentje, dat gevonden werd in Empel, moet worden afgemaakt. Een ambtenaar van de gemeente Den Bosch zou hebben gezegd dat het beestje vanwege de eventuele varkenspest moet worden ingeslapen.